Gerald Roethoff is een gerenommeerde strafrechtadvocaat met zijn eigen firma in Amsterdam. Machteld Roethoff is een jongere zus, ook strafrechtadvocaat. Zij heeft ook haar eigen firma, in Arnhem. En daar is neefje Jamiel net begonnen als advocaat. Ze werken intensief met elkaar samen. Zij zijn de verdedigers van verdachten van drugstransporten, vrouwenhandel, fraude, moord, doodslag en afrekeningen in het criminele circuit. Ook zijn zij strafpleiters van verdachten van kleine delicten met grote gevolgen. En weten bekende sporters en artiesten de weg naar deze verdedigers, firma Roethoff Advocaten, te vinden. Ik ben Mildred Roethoff, filmmaker, zus en tante. In deze zesdelige serie, De Verdedigers, dompel ik mezelf onder in hun wereld, waar niets is wat het lijkt. Er zijn misdrijven die je in de krant leest waarbij de rillingen over je rug lopen. Nathalie L. is een jonge moeder met 3 kinderen. Haar leven veranderde in een nachtmerrie. Ze schakelde mijn jongere zus Machteld in als strafpleiter. Het gaat over een moeder die wordt verdacht van medeplegen en medeplichtigheid. Van doodslag op haar kindje. En daarnaast gaat het om de verdenking dat de moeder mogelijk betrokkenheid zou hebben gehad bij mishandeling van een aantal van de andere kinderen. Bij de meldkamer kwam op 19 januari 2015 een telefoontje binnen over een ernstig zieke baby. De hulpdiensten brachten de baby die zichtbare verwondingen had naar het ziekenhuis, waar het een dag later overleed. Machteld houdt een pleidooi om de verdachte moeder voorlopig uit de gevangenis te krijgen. Dit in afwachting van de definitieve uitspraak van de rechter. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, geacht college, de bedoeling was dat onderzocht zou worden wat voor mogelijkheden er zijn om cliënt onder voorwaarden in afwachting van de inhoudelijke behandeling eventueel inderdaad te schorsen. De spanning is te snijden in de rechtbank. Niet alleen Nathalie L. is op de zitting, maar ook haar ex-man is aanwezig. Ook hij wordt verdacht van mishandeling van de kinderen en doodslag op de baby. Van de advocaat van de ex-man mag ik alleen een stukje filmen van Machteld haar pleidooi. De bedoeling was dat er onderzocht zou worden of er mogelijk risico zou kunnen bestaan op eergerelateerd geweld. En reden hiervoor is onder andere dat cliënten dus in het verleden, moet ik zeggen, helaas slachtoffer is geworden van huiselijk geweld. Mijn ex-man die dreigde mij te vermoorden. Ik ben meerdere maals gewoon in elkaar geslagen buiten. In huis met name keel gegrepen. Een mes op mijn keel gezet waar mijn kinderen bij waren. De officier van justitie sprak over mogelijk herhalingsgevaar. En koppelde dat aan een mogelijke zwangerschap. De cliënt heeft in ieder geval dus inderdaad een spiraal geplaatst. Het gaat erom dat de rechter ook ziet van oké, op het moment dat ik deze mevrouw vrijlaat, dan hoeven we niet te denken of bang te zijn dat zij mogelijk in een andere problematische relatie belandt. En weer zwanger raakt en vervolgens exact. Kans op mishandeling ook weer speelt. Exact. Als je dan zo'n cliënt binnenkrijgt, wat doet dat dan met jou als mens? Het is vreselijk. Wanneer iemand het leven laat. En helemaal als het gaat om een babytje, is dat vreselijk. Ik bedoel, daar hoeven we helemaal geen discussie over te hebben. Daar hoeven we helemaal geen discussie over te hebben. En het is niet zo dat ik als advocaat de dingen die de normale burger vreselijk vindt, niet vreselijk vind. Maar het gaat er wel om dat als je zo'n zaak behandelt, dat je ervoor moet zorgen dat jouw gevoel niet op geen invloed moet hebben op zeg maar, jouw presteren, op jouw waakzaamheid, op jouw rol als advocaat. Daar gaat het om. Op de rechtbank zijn Machteld en Gerald vaak tegelijkertijd aan het werk. En als ze niet aan het pleiten zijn, dan zijn ze aan het bellen. Welk politiebureau zit hier? Ja, maar dat is prima. Weet je, dan hebben we ook gewoon gelijk duidelijk wat we vlees in de kuip hebben. Oké, is goed. Ik ben zo op kantoor. Tot zo. Doei. Had ATV je gebeld toevallig ergens over? Dat weet ik dus niet, want ze hadden kantoor gebeld, maar het ging zo snel. Oké, het gaat over die jongen die is overleden, goed ik het zeg. Mm-hmm. Je hebt een schietpartij gehad in Amsterdam. Mm-hmm. En echt zo triest. Mm-hmm. Een jongetje van 19 overleden, 2 anderen in het ziekenhuis. En toevallig ben ik door, los van elkaar, door beide benaderen. Maar goed, in principe doe ik geen slachtoffers. Nee. Dus ik wil ze naar je doorsturen. Mm-hmm. Dus en misschien dat het daarover gaat. Oké. Dus, we moeten even kijken. Prima. Je kan zo weinig voor ze doen. Maar dat is niet zo goed. Kijk, er zijn een paar dingen die spelen. Er zijn een aantal zaken waarbij ik dan wel slachtoffers bijsta. Want het ook gewoon veel beter past bij de praktijk die ik heb.
Op het moment dat mensen slachtoffer zijn van politiegeweld, wordt het heel vaak gebeld daarvoor. En in 9 van de 10 gevallen zeg ik nee, ik doe het niet. Maar als ik er iets in zie, en als ik inderdaad denk of weet dat ik een meerwaarde kan hebben voor de, ja, voor het slachtoffer of voor de nabestaanden, dan doe ik het. Ik heb het druk. En ik doe de zaken die ik zelf interessant vind, juridisch interessant vind en waarbij ik dan ook mijn emoties makkelijk kan uitschakelen. We hebben het daarover gehad. En ik denk dat er genoeg slachtofferzaken zijn waarbij ik dan veel minder makkelijk mijn emoties zou kunnen uitschakelen. En nee, het past gewoon niet bij mijn praktijk. Klaar. Ik ben in principe strafrechtadvocaat en geen slachtofferadvocaat. Jamil, mijn jongere neef, is nog steeds druk met de zaak van cliënt J. Hij wordt verdacht van het willen overgieten van zijn ex met brandbenzine, om haar vervolgens in de fik te steken. Maar wat is eigenlijk zijn eerste gedachte bij het lezen van zo'n heftig dossier? Ja, ik denk in eerste instantie denk ik daar niet zo heel veel van. Een veroordeling moet wel altijd op basis van bewijsmiddelen. Kijk, er is een verhaal van een aangeefster, maar als dat nergens steun vindt, ja, dan kan dat niet leiden tot een veroordeling. Nu is het woord aan Jamil om zijn cliënt te verdedigen. Hij is vrij zeker van zijn zaak, maar de officier van justitie ook. En die eist 5 jaar. Ik wil wel heel graag vooropstellen vandaag dat wij de verdediging grote twijfels hebben bij de betrouwbaarheid van aangeefster. Zij heeft in de andere strafzaak die vandaag aangehouden is, heeft zij de verklaring ingetrokken. Omdat zij niet naar waarheid zou hebben verklaard en dat zij vanwege haar drank- en drugsprobleem anderen de schuld heeft gegeven van haar problemen. Ook in het haar van aangeefster, terwijl ze zegt van, oh, ik moet het uitslaan, want ik sta in de brand. Zijn er geen sporen van verschroeiing of brand gevonden. En de cliënt heeft dan ook sterk het vermoeden dat aangeefster en haar dochter de verdenking tegen de cliënt hebben willen construeren. Om die redenen verzoek ik u om cliënt vrij te spreken van de gehele tenlastelegging. Dank u wel. Bij mijn jongere broer Gerald op kantoor wordt hard gewerkt. Vlak voor het weekend begint, heeft hij nog een overdracht met een collega en worden de laatste politieaanhoudingen doorgenomen. Dan denk ik dat je weekend gaat beginnen, hè? Mm-hmm. Of ben ik iets vergeten? Nee, je moet die vrouw nog even bellen. Die moeder bedoel je? Ja. Want wat speelt er in die zaak? Zoon is opgepakt. Wanneer? We staan door gisteren of eergisteren. Oké. Okay. En de moeder heeft jou net gebeld. Die jongen wil mij, als moeder wil dat ik het doe, ga ik er naartoe. Ja, goed. Yes? Yes. Dankjewel. Fijn weekend. Gaat helemaal lukken. Wat me opvalt is dat ook veel vrouwen Gerald kiezen als raadsman. Veel moeders, ook vaders, maar vaak zijn het toch de moeders die iets bezorgder zijn, althans iets meer bellen dan de vaders. Een aangeslagen moeder wil Gerald graag spreken. Tijdens een verblijf in het buitenland heeft zij haar huis aan onbetrouwbare familie toevertrouwd. Zie je dat u wat gespannen bent? Ja, dank u wel. Begrijp ik. Heeft u vaker bij een advocaat gezeten? Nee. Eerste keer van uw leven bij een advocaat? Ja. Wat ik weet is dat in uw woning een wietplantage is aangetroffen. Het lastige is, u was even in het buitenland. Ja. En heeft iemand in vertrouwen genomen, pas even op mijn woning. Ja, het is familie nog erbij. Ik weet hoe dingen kunnen gaan. Ja. Ik weet het. Officieel bent u verdachte. Niet schrikken. Ja, want ik ben de hoofdbewoner. Ja, dat hebben ze gezegd. Ik ben de hoofdbewoner. En wat wij gaan doen voor u is in ieder geval voor zorgen dat die verdenking wegvalt. Ja. Ik zeg, ik ben een lawyer, ik ben geen liar. Ja. Als ik nu tegen u zeg, maak u zich niet druk met uw huis, dan lieg ik. Men is gigantisch streng. Dus we moeten heel goed nadenken hoe we het gaan aanpakken, zodat uw huis in ieder geval niet kwijtraakt. Dus nogmaals, wat die plantage en die woning van u betreft, ik maak me daar niet te druk over. Het is heel eenvoudig, u heeft niet veel te zeggen. U bent het niet, u weet er niets van en kijk maar waar ik was. Terwijl Gerald de dame geruststelt, spreek ik in de wachtkamer een vrachtwagenchauffeur die voor het eerst in zijn leven in de bak is beland. Met zijn enkelband om mag hij een paar uur naar buiten. Hij wordt verdacht van een feit wat je niet vaak hoort. Ik reed op naar Rotterdam. Net voor Rotterdam, voor de Maastunnel, werd ik van de weg getrokken. Met wapens. En toen ben ik gelijk in een busje gezet. Auto in beslag genomen naar het politiebureau Rotterdam. Rotterdam in een heel mooie kolonne naar Amsterdam toe. Ja, toen ben ik daar vastgezet, zeg maar. En verhoord. En wat hebben ze in uw auto aangetroffen? Geld. Hoeveel geld? 2 miljoen. Dat is veel geld. En er zullen heel veel mensen die kijken denken van, jezus, die meneer heeft gewoon 2 miljoen in zijn auto. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook wel eens af. Maar dan is er ook nog het verhaal van cocaïne en van wapens. Ja. Dat begrijp ik niet zo goed. Nee, later zijn ze naar het huis toe gegaan waar ze dachten dat het dan ook voor mij zou moeten zijn.
Dan hebben ze coke gevonden en vuurwapens. Deze verdachte heeft zijn eerste kennismaking met het OM nog op zijn netvlies gebrand staan. Nou, hij ging een pleidooi houden, de officier van justitie. En, met dat kookverhaal. En dan wou ze dan in mijn schoenen schuiven. En dan zei ze van, ja, je bent een massamoordenaar, 6 kilo. En wij maken de drugshandelaren maken de wereld Nederland kapot. En dan wordt hij zo van de binnen gedouwd. Ja, dingen waar ik eigenlijk helemaal niet mee vergelijken wil worden. Of in mijn schoenen wil gedouwd hebben. Maar ze wou dat als haar sterke punt, wou ze dat tegen de rechters zo doen. Om mij in het kwaad daglicht te zetten, zeg maar. Door de rechtbank is verdachte M veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar... voor het witwassen en het onverklaarbaar in bezit hebben van 2,1 miljoen euro, wapens en cocaïne. Gerald is echter in hoger beroep gegaan voor zijn cliënt. Ben benieuwd wat dit oplevert. Een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden... waarvan 10 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar... met aftrek van voorarrest. Dank u wel. Van 5 jaar naar 20 maanden. Als je 2,1 miljoen in je auto hebt, mm-hmm, en dat je dan niet kan verklaren waar dat geld vandaan komt. Juist. En dat je daar ook mee wegkomt. Ik vind het eigenlijk wegkomt? Best wel... Ja. Jij moet er 20 maanden voor zitten. Ja. Ja. Maar 2,1 miljoen is wel dus, heel veel geld. 2,1 miljoen verklaren is algemeen het vrij lastig inderdaad. En wat mm-hmm me ook opvalt is mm-hmm heel veel cocaïne in het spel. Drugs, mm-hmm, wapens. En geweld. Er wordt wel eens gesproken, hè, over wat het zou betekenen als de opiumwet komt weg te vallen. Vanaf eind jaren 70 rennen we achter Amerika aan met de war on drugs. Wat levert het op? Werk voor mij. Een gerechtshof propvol met marmer. En zaken die draaien om inderdaad met name drugs. Maar jij denkt als zeg maar drugs gelegaliseerd zou worden? Dan moet ik echt scheidingen gaan doen. Ja, dan, echt? Ja, echt wel. Echt wel. Maar als je met 2,1 miljoen euro wordt aangehouden, wat zeg je dan als verdachte tegen je advocaat? Ja, het is kijken van wat heb ik in de kuip en wat is nodig om te weten, om mij te verdedigen. Je gaat niet over heel veel dingen praten wat niet nodig is. Dus dat, pak alleen maar die stuk van oké, dit hebben ze, dat moet hij weten en dat moet de advocaat weten. En daar gaan we mee aan de gang. Hij is wel snel, hij moet heel snel praten, hij doet wel alles snel. Maar neem wel de tijd. Als ik een ander hoor bij mij op de afdelingen of in de andere afdelingen, dat hebben ze niet zoveel contact met een advocaat. Terug naar Nathalie L. Die wordt verdacht van doodslag op haar baby en mishandeling van haar kinderen. Inmiddels heeft zij 18 maanden in voorarrest gezeten en vindt Machtel dat Nathalie L. in afwachting van de uitspraak op vrije voeten moet worden gesteld. Het primaire verzoek is dat cliënten wordt geschorst onder voorwaarden dat er een veilige en geheime plaats voor cliënten is. Is dus geen contact met medeverdachten. Dus dat is ook nog een extra voorwaarde. Dank u wel. Kijk, wat ik inderdaad aangeef is dus dat cliënt hier geen betrokkenheid gehad heeft bij inderdaad het overlijden van haar kindje. Het is het grootste verlies in haar leven. Want die moeder die ging boodschappen doen of zo, en die liet haar toenmalige vriend, die liet ze gewoon thuis met de baby en met andere kinderen. Hoe zit dat precies? Met 1 kindje inderdaad. En dus een moeder ging met een ander kindje op pad. Na een heftig en emotioneel proces van 20 maanden komt de rechter tot een eindoordeel. De ex-partner van cliënt heeft een gevangenisstraf gekregen van 6 jaar wegens doodslag op de baby en wegens mishandeling van de andere kinderen van cliënt. Je weet dat je het niet gedaan hebt, maar alles en iedereen zegt dat je het gedaan hebt. Dus ik had zoiets van, nou ja, 12 jaar staat erop. Ik krijg die 12 jaar, kom dan pas vrij. Dus toen ik eenmaal in de rechtszaal zat en de officier zei eigenlijk meteen al van, ik eis vrijspraak op de doodslag. Ik moet zeggen dat ik eerst boos was. Ik was heel boos, want je hebt mij al die maanden laten zitten op die doodslag, tot die dag zelf. En daarna was het opluchting en ongeloof. Je bent vrijgesproken van doodslag, maar waarom heb je dan toch nog vastgezeten? Nalatigheid. Ik ben en blijf zijn moeder en ik had moeten zien en ingrijpen. En ik vertrouwde mijn ex. En die had ik nooit moeten vertrouwen. Als hij zei van die blauwe plek komt door dat hij gevallen is. Of een andere zoontje heeft hem gebeten. Kan. Ik weet dat ze elkaar niet over waar liggen. Had ik maar nagedacht, er klopt iets niet.
Ben je dan nu achteraf gezien boos op jezelf? Of vind je... Ik haat mezelf. Daar zit ik heel erg mee. Ik haat mezelf. En dat is iets wat ik gewoon mijn hele leven mee moet nemen. Wat vind je eigenlijk leuk aan je werk? Bart niet. Nee, echt serieus. Ja. Ik vind het leuk om met mensen in contact te komen. Nee, maar serieus, Marit, eigenlijk is het een bepaalde vorm van topsport bedrijven. Ja, je moet in conditie blijven. Ik doe krachttraining, conditie, ja, dat soort dingen. Ja. Dat vind ik gewoon lekker. Je moet gewoon ook je momenten hebben van, ja, het klinkt heel overdreven misschien, maar bezinning. Ja, want als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kan je ook niet goed voor anderen zorgen. Maar ja, en je moet de volgende dag moet je wel gewoon acte de présence geven. En dat verwachten cliënten en dat verwacht ik ook van mezelf. Cliënten zien, ja, wat je erin steekt qua energie en wat heb je doet. Nog nooit een boze cliënt gehad? Natuurlijk zijn die er wel. Het doel van het gebeurt dat iemand misschien een niet realistische verwachting heeft. Kijk, ik ben geen tovenaar. Het is niet zo dat jij kan denken, ik regel dat even helemaal op die manier zoals ik het wil. Ik ben iemand van oké, hoe meer uitgerust ik ben, hoe beter ik presteer. Maar soms, dan moet je gewoon met minder slaap het ook kunnen doen. En dat is dan gewoon wat zwaarder is. Kijk, als een cliënt niet gelukkig is of niet tevreden is, dan staat het hem of haar ook vrij om dan te kijken of dat iemand anders het beter kan doen. En dat zeg ik dan ook. Ik heb misschien heel wat wijsheid in pacht, maar niet alle wijsheid. Even lekker in beweging. 3, 2, 1 en rust. Super. Oeh. Maar er valt weinig te lachen in je beroep. Er valt weinig te lachen in mijn beroep? Ja. Oh, serieus? Broer, jij bent mijn held. Ik zeg het je. Hey, Papito. Dankjewel, Zwaar. Hey, ik weet alles wat je doet met die zaken. Mm-hmm. Je pakt ze goed, Papito. Op de wereld draait door. Alles, Papito. Mm-hmm. Hoezo? Ik zie je. Ik dacht... Mm-hmm. Ik ben van Londen, kijk, ik ben van Nederland, maar kijk, ik moest gewoon een keihard van Londen, weet je toch? We moeten, man. Ja, papa. Dank je. Hé, je bent populair. Ja, ik doe wat ik doe. Dit is mooi. Ja. Ben je al een beetje gewend aan al die media-aandacht? Welke media-aandacht? Zolang ik niet op straat moet wegduiken voor paparazzi is er niets aan de hand. Ik bedoel, dit is functioneel. Het gaat erom dat ik in zaken probeer een uitleg te geven van de zaak van een cliënt de goede kant op te sturen. Mee te helpen de goede kant op te sturen aan de ene kant. Het gaat erom dat ik in andere zaken iets duidelijk maak in de hoop dat in de samenleving iets kan veranderen. En dan doe je het graag. Waar ik ook nieuwsgierig naar ben, is hoe Gerald het voor elkaar krijgt de eis van 5 jaar van verdachte M terug te brengen naar 20 maanden. Vandaag wil Nieuwsuurverslaggever Karel Ornstein net als ik weten waarom straffen vaak veel lager uitvallen dan het OM eist. Alsjeblieft, want ik vergeet het ook steeds, altijd. Zeker, zeker. Dan loopt het hier maanden. Zo bijna kunnen zeggen alles wat verboden is. In één zaak. De rechtbank geeft hem 5 jaar. Uiteindelijk gaan we in hoger beroep. En het Hof legt op een gevangenisstraf van 32 maanden. Waarom wordt die straf bij het Hof zo veel lager in dit geval? Omdat het Hof de zaak op veel meer afstand heeft kunnen beoordelen en bekijken dan de rechtbank. En het Hof heeft van 3 van de 4 zaken gezegd: het bewijs is daarvoor te mager. Je praat over handel, door bezit cocaïne. Je praat over vuurwapens, onder meer een mitrailleur en een revolver met munitie erbij. En je praat over softdrugs. Klopt het wel? Is het wel zo? En uiteindelijk komen ze terecht tot het oordeel. We weten dat niet. Ja, het is te mager. Dus vrijgesproken. En nu terug naar Jamil, zijn cliënt die zijn ex in de brand wilde steken. Dag meneer Goedhoff. Goedemiddag. Uw cliënt is er niet. Had u ook niet verwacht dat hij zou komen? Oké. Wordt beschuldigd van poging doodslag, dan wel poging zware mishandeling op mevrouw door haar te overgieten met wasbenzine en een brandende aansteker. Ja, ze hebben je vrijgesproken om gelijk met de deur in huis te vallen voor de poging doodslag en de poging zware mishandeling. Maar ze hebben wel bewezen geacht de bedreiging, want ze leggen een straf van 3 maanden en dit heb je ook al in het voorarrest gehad.
Dus ja, dat betekent in ieder geval dat je er niet meer naar binnen hoeft en dat het achter je ligt. En zo krijgt Jamil zijn cliënt ook een veel lagere straf. In elke rechtbank heb je wel iemand die hobbymatig alle zaken volgt. In Amsterdam is dat Maarten. Ik heb Gerald vaak horen pleiten. Hoezo volgt u alle zaken? Nou ja, dat vind ik gewoon interessant. Fascinerend, zeg je dan, Maarten? Ja. Opwindend. We gaan niet te ver, hè? Het is jammer dat er zoveel getuigen bij zijn, anders had ik even een pak slagen gegeven. En wat vond u nou de meest spannende rechtszaak? Eentje van Gerald en één van Machteld. Machteld zit je alleen maar te kijken, joh. Zeg dat nou niet te hard, want zij heeft een vriend en die is sterk. En die gaat mij een heel pak slagen geven. Maarten. Echt een slimmer, ik doe niet zeggen. Nee, weet je wat, geef jou nummer, maar dat ben ik jezelf. Gerald gedraag je. Ja. Gerald gedraag je. Je hoort met iemand anders. Volgende week reizen Machteld en Gerald met 24 strafrechtadvocaten naar Suriname. Spreken ze BN'ers en cliënten over gevoelige zaken. Ze mochten van de DEA geen hulpverlening, want waarschijnlijk is er drugs in de kist. Waarom mag de zanger van Tuintje in mijn hart Nederland niet in? En gaan ze terug naar de schoolbanken? Een kleine zomerpraatje.